Yo gasten, FIFA Bouwers hier. Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe top 10 voetbalvideo. Elke week doen we er weer eentje. Op vrijdag of zaterdag upload ik die dan. En natuurlijk doen we deze week weer eentje. Jullie vinden het nog steeds leuk, dus dat is super mooi om te zien. En ik heb weer een comment uitgekozen. Namelijk van het babykoekje, of babydoekje moet ik eigenlijk zeggen. Doe de top 10 beste debuten. En dat vond ik best wel een goed idee. En ik heb dus weer het hele internet afgezocht. Naar allemaal gegroeide debutanten. Er zitten echt zieke debuten tussen. Dat is echt niet normaal. Maar voordat we daarna gaan kijken, wil ik jullie allemaal eerst vragen om even dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zal super awesome zijn. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En volg me ook even op Instagram. Joran_Bouwers. Dan zie je ook een beetje wat ik af en toe naast YouTube doe. Dat is misschien voor sommigen van jullie ook leuk. Link staat wel in de beschrijving. Maar laten we niet veel willen verder. Laten we maar gewoon beginnen met het kijken naar de video's. En dan beginnen we met nummertje 10. En ik heb van elke speler heb ik ook de statistieken erbij staan. Wat ze zeg maar die wedstrijd hebben gepresteerd. De eerste speler is heel recent. Dit is namelijk voor PSV Erik Gutierrez. Ik weet niet precies of ik zijn naam goed uitspreek. Het is Mexicaans. Maar in ieder geval, hij had afgelopen weekend een supergoed debuut. Op dit moment dat ik dit opneem, is het zeg maar een week geleden dat dit is gebeurd. In ieder geval een heerlijke assist op Lozano. Een prachtige goal. Weet je, ik heb trouwens ook vooral spelers uitgekozen die jullie waarschijnlijk wel kennen. Dat vond ik wel net zo leuk. Niet van die onbekende spelers. Dat heb ik niet gedaan. Alleen maar bekende spelers. Daarom zit deze er ook tussen, want hij speelt voor PSV. Dan kennen de meeste van jullie hem natuurlijk wel. Maar wat een heerlijke assist was dit. Gewoon, dit was bijna een van zijn eerste balaanrakingen. Hij was net gewisseld en oh, en ook trouwens heel prachtig afgemaakt door Lozano. Dat maakt de goal ook extra mooi. Maar dat was niet het enige wat hij die wedstrijd deed. Hij scoorde zelf knijpte mooi met een heerlijk hartschot recht in de kruising. Echt een heel mooie goal. Daarom staat hij natuurlijk ook hier op nummertje 10. Want de assist is mooi, maar die goal die maakt het nog zoveel mooier. Meer dan terecht dat hij dit in dit top 10 lijstje staat. En ik vind het ook wel lachen, weet je, dat dit zo recent is gebeurd. Je hebt niet vaak van dit soort mooie debutanten, maar dat dit gewoon afgelopen weekend is gebeurd, maakt het toch wel extra speciaal. Dus daarom dacht ik, weet je wat, ik zal deze gewoon in dit top 10 lijstje. Maar we gaan verder en dit is Welbeck die op 17-jarige leeftijd een zieke goal scoort voor Manchester United. Jullie gaan het nu zien, dit is echt niet normaal. 17 jaar hè, 17 jaar en dan speel je bij Manchester United en dan scoor je zo'n goal. Holy shit, dit is echt niet normaal. Dit is echt heel bizar. Daarom moest hij ook in dit lijstje, want dit is gewoon zo'n zieke goal. Weet je, je hebt ook spelers die bij hun debuut, dat ze bij hun eerste wedstrijd bij een nieuwe club een hele belangrijke goal maken of zo. Maar dit is gewoon super baas. Zo heerlijk geraakt. Echt recht in de kruising. Maar we gaan verder met nummertje 8. En dit is Toni Kroos, die jullie natuurlijk allemaal wel kennen als de assistkoning. Hij was hier toen de tijd 17 jaar, toen werd hij gewisseld en toen kwam hij natuurlijk bij Bayern te voetballen. Dit was zijn eerste wedstrijd dus, want anders ben je geen debutant. Maar in die wedstrijd scoort hij niet, maar hij maakt gewoon twee prachtige assisten. Dat is gewoon minstens net zo knap. Want Kroos is natuurlijk ook niet echt een speler die extreem vaak scoort. Hij moet natuurlijk zorgen voor de assisten. En als je dat meteen twee keer doet in je eerste wedstrijd, gewoon bij Bayern München, bij een van de grootste clubs ter wereld, dan is dat gewoon heel veel respect. Dat is dat gewoon echt heel knap. En het zijn bijna ook twee precies dezelfde soort assisten. Want check dit. Nu neemt hij de bal niet aan, maar kopt hij hem er één keer in. Het is eigenlijk bijna identiek aan elkaar. Het is bijna precies hetzelfde. Maar ja, dat maakt niet heel veel uit, want het blijven natuurlijk wel twee assisten. En dan gaan we door met nummertje 7. En dit is Sané, die op 19-jarige leeftijd voor Schalke 04 gewoon een zieke goal scoort in de Champions League tegen Real Madrid. Kijk, dit is gewoon heel baas. Weet je, de goal van Welbeck, die was eigenlijk mooier, maar dat was gewoon een minder belangrijke wedstrijd. Als je gewoon zo weet te scoren op zo'n belangrijke moment tijdens je debuut, dat is gewoon geniaal. Dit is echt heel baas. Het is natuurlijk ook geen wonder dat hij gewoon echt voor volgens mij 36 miljoen werd verkocht daarna of zo. Dit is ook echt een hele goede speler natuurlijk. Maar we gaan verder met nummertje 6. En vorige week zat Ibrahimovic ook al in de top 10 lijstje. Maar dit keer gewoon weer, want dit was namelijk ook een supergoed debuut natuurlijk. Met een heerlijke goal over de keeper heen in één keer gescoord. Dit was de 3-3 toen volgens mij. Toen stonden ze gelijk. Maar dat was niet het enige. Hierna scoort hij ook nog heel mooi met de kopbal. Maar dit was zo'n zieke goal. Dit is echt niet normaal. Niemand doet dit Ibrahimovic na. Daarom moest hij dit ook wel in de top 10 lijstje staan. Ook al stond hij er vorige week ook al in. En hier natuurlijk met een hele mooie kopbal.
boom, precies in het goal, waardoor ze 3-4 uiteindelijk nog winnen. Dit was trouwens ook nog in de verlenging. Dus dat maakt het ook weer extra knap. Dit is gewoon zo geniaal. Ibrahimovic blijft gewoon een zieke speler. En er zijn trouwens zometeen nog veel meer van die hele grote spelers die in het lijstje staan. Ik verklap nog niet welke, maar echt hele grote spelers die jullie sowieso kennen. En deze kennen jullie ook. Dit is namelijk Riedewald, die op 17-jarige leeftijd werd gewisseld en gewoon 2 keer scoorde voor Ajax. Waardoor ze uiteindelijk met 2-1 weten te winnen. Dat is echt ziek baas. Dat is echt heel baas. Dat je dat gewoon lukt op 17-jarige leeftijd. Het zijn niet extreme mooie goals of zo. Het zijn meer een beetje intikkers. Maar in principe maakt dat niet heel veel uit. Weet je, de goals stellen wel. En ik wou gewoon dit in dit top 10 lijstje hebben staan. Omdat het gewoon weer, weet je, het is Ajax. En we hebben een keertje Ajax gehad. We hebben PSV gehad. Op die manier is het wel leuk om wat bekende clubs en voetballers erin te hebben. Maar dit is wel echt heel geniaal. En helemaal omdat ze dan met 2-1 uiteindelijk weten te winnen. Dat maakt het dan weer extra speciaal. Als je zeg maar 5-0 wint en je scoort dan 2 keer, dat is natuurlijk wel net iets anders. Maar we gaan door met nummertje 4. En deze kennen jullie ook allemaal. Dit is namelijk Jesus, die op FIFA echt super chill is. Maar in zijn eerste wedstrijd bij Manchester City maakt hij een assist. Nou, hij geeft een assist op Kevin De Bruyne. Prima afgelegd, goed gedaan. Niet heel veel speciaal, maar het is gewoon goed gedaan. Dat is het vooral. Maar wat ook nice is, is dat hij zelf ook nog een goaltje meepakt. Gewoon een assist plus een goal, waardoor City uiteindelijk gaat winnen in zijn eerste wedstrijd. En weet je, City is dan wel net iets anders dan PSV of Ajax. Dat is natuurlijk al hoog niveau. Maar City, dat is echt wereldniveau. Dat is echt het hoogste niveau. En als je dan op 19-jarige leeftijd gewoon zo begint, dat is gewoon echt heel baas. Maar we gaan verder en we zijn nu bij de top 3 beland. En dit is Yamusai. Op 18-jarige leeftijd scoort hij 2 zieke goals voor Manchester United, waardoor ze weten te winnen. Echt heel baas. Maar het zijn ook echt mooie goals. In 1 keer genomen, Bas goed strak in het hoekje. En toen de tijd, iedereen zei Yamusai, dat wordt de nieuwe Messi, wordt de nieuwe Ronaldo. Dat viel uiteindelijk nog wel een beetje tegen. Maar dit was wel echt een heerlijk debuut. Hier ook, in 1 keer op de pantoffel, Bas strak in het hoekje. Heerlijk geraakt. Dit is echt een heerlijke goal. En gewoon ook beide goals zijn gewoon heerlijk. En dat je dat kan doen tijdens je debuut, dat is gewoon echt geniaal. Alleen een beetje jammer dat hij dan weer niet echt vast weet te houden dat niveau. Of in ieder geval dat het dan niet lukt ofzo. Maar hij kan het zeker. Maar we gaan door naar nummertje 2. En dit is niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Die op 17-jarige leeftijd gewoon 2 keer scoort. Hier scoorde hij bijna. Was trouwens echt een hele mooie goal geweest. Maar ja, dat maakt niet uit. Want alsnog scoort hij gewoon 2 keer. Hier met een heerlijke solo. 17 jaar en je voetbalt zo op hoog niveau. Scoor je gewoon. Hij speelde toen voor Sporting. En gewoon echt ziek baas. Ik snap dat echt niet. Dat je op 17-jarige leeftijd zo goed kan voetballen. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Hij is misschien op dit moment de beste voetballer ter wereld. Het is altijd een beetje discussie. Messi, Ronaldo. Maar weet je, hij is gewoon de beste samen met Messi. Laten we daarop houden. En dit was gewoon een heerlijke goal. Maar dit was niet zijn enigste goal. Hij scoort zo meteen nog ook uit de corner of uit de vrije trap. Dat was hier gewoon een goede kopbal. Hij springt natuurlijk super hoog. Dat deed hij toen ook al op 17-jarige leeftijd. En hij scoort gewoon 2 keer in zijn debuut. Echt heel baas. Mijn nummertje 1 is nog zieker. En die speler kennen jullie ook allemaal. Dit is namelijk Wayne Rooney. Die gewoon op 18-jarige leeftijd een hat-trick scoort in de Champions League. What the fuck? Dat doet niemand hem na. En ook de goals die hij scoort. Het zijn niet zomaar goals. Het zijn stuk voor stuk mooie goals. Hier bats. Heerlijk goed ingeschoten. Niet even rustig. Nee, gewoon bas. Volop geschoten. Met zijn linkerbeen. Want volgens mij is hij rechts. Maar hij kan ook heel goed met links schieten. Dat zien we hier ook wel. Gewoon echt een top goal. Niks op aan te merken. Maar de andere goals zijn ook allemaal mooi. Hier is de volgende goal. Pas knijterhard in de linkerhoek. Laag onhoudbaar voor de keeper. Gewoon heel goed geschoten. Weet je, het zal zo nog mooier zijn geweest als hij echt de kruising in zou vliegen. Maar dit is natuurlijk ook al een hele goede goal. Voor op 18-jarige leeftijd. En natuurlijk scoort hij ook nog even een vrije trap. Dit is echt heel bizar. 3 ziek goede goals in een Champions League wedstrijd op 18-jarige leeftijd. Like, what the fuck? Dat doet echt niemand erna. Ik weet zeker dat er niemand is die jonger dan 18 een hat-trick heeft gescoord in de Champions League. Dat kan gewoon niet. Maar ik heb ook nog wat bonusclips. Deze hebben de top 10 net niet gehaald, maar hadden natuurlijk wel een heel goed debuut. Dit is namelijk Matthijs de Ligt, die op 17-jarige leeftijd gewoon een goal scoort voor Ajax. Die wedstrijd was toen uiteindelijk 5-0 geworden. Dus dat was wel heel knap dat hij dat natuurlijk deed in goalscore. Maar 5-0 is natuurlijk een hele grote uitslag. Maar het is gewoon heel knap. En ook gewoon de nul houden, zeg maar. Als centraal verdediger. Iedereen zag meteen Matthijs de Ligt.
Dat is echt een hele goeie. Dat is wel echt knap dat je dat op 17-jarige leeftijd dan meteen al zo laat zien. En hij verdedigt er gewoon echt als een beest. Dat is wel echt heel respect. En op dit moment is hij natuurlijk ongeveer de beste speler uit de Eredivisie. En ik heb hier ook nog Martial, die ook een prachtige goal maakte op 19-jarige leeftijd tijdens zijn debuut voor Manchester United. Echt heel knap gedaan. Maar ik vond hem net niet mooi genoeg om in de top 10 lijstje te zetten. Maar ik wou hem wel even aan jullie laten zien. Daarom laat ik hem nu in de bonusvideo zien. Want weet je, soms dan denk je, ja, ik kan hem wel laten zien, kan ik hem niet laten zien. Ik doe het gewoon lekker op deze manier. Maar dan was dit het voor dit top 10 lijstje met de beste debutanten die voetbal ooit heeft gekend ongeveer. Er zullen vast nog wel heel veel andere goede debutanten zijn, maar ik heb deze nu uitgekozen. En ja, daar heb je maar mee te dealen. Mocht je zelf ook goede debutanten hebben, misschien is het dan leuk om ze achter te laten in de reacties. Dan kan ik daar naar kijken. En misschien kunnen we dan binnenkort ooit een keer een deel 2 maken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Mij te volgen op Instagram. Link staat in de beschrijving. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!